Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. En soms worden situaties een beetje grimmig. Jens, ligt het nou aan mij of zit hij heel erg jullie uit te checken? Ja, hij kijkt heel erg om zich heen. Dat is fucking raar. En soms worden situaties iets meer dan een beetje grimmig. Wat doe je nou? Dat wil ik dan ook in de uitzending zien. Maar altijd komt het goed. Hey. Goed, deze week het tweede deel van de zoektocht naar een van de meest beruchte en anonieme pandjesbazen van ons land. Marcel van Hooijdonk. En lang verhaal heel kort, we hebben hem gevonden. Met dank aan jullie. Hallo vrienden. Een paar weken geleden maakten we een uitzending over Marcel van Hooijdonk. Deze Bredase huisjesmelker is een van de meest beruchte van Nederland. En dat is omdat hij zijn huurders zo waanzinnig slecht behandelt. En als je denkt, god, hoe zat dat ook alweer? Nou, dat zat zo. Rechtszaken, veroordelingen, bedreigingen, intimidaties en mensonterende woonomstandigheden. Gezellig. Gezellig man, denk ik. Het is gewoon normaal. Ja. Het gaat over dit pand hierachter. Ik zeg alvast, als ik een hond hoor, ga ik rennen. Met een verborgen camera zijn wij de Haarlemse crackflat ingeweest. Lekkages. Pas op, het sluit niet uit. Het is helemaal nat. Dat plafond daar. Uitwerpselen van mensen. Bloed op de muur. Ik hoor hond. En de druppel was eigenlijk de bedwans-uitbraak. Ja, kijk, daar zitten allemaal kleintjes. Wij gaan op pad. Wij gaan Marcel van Hooijdonk zoeken. Er is één ding. Marcel van Hooijdonk is onvindbaar. Dat komt omdat Marcel niet wil dat jij weet wie hij is. In 2019 spant hij bijvoorbeeld een rechtszaak aan tegen Google om 74 zoekresultaten uit de zoekmachine te verwijderen. Want, zo zei Marcel, die zijn schadelijk voor hem, die zoekresultaten. Dat waren absoluut de honden die losgelaten werden. Ja, als de beveiliging gaat rennen, jongens, dan gaan wij ook rennen. Ja, wij lachen nu. Misschien is het onze laatste uitzending. Misschien wel even. Het is ook mijn vrijdagavond. Ik wil ook gewoon naar huis. Nou, na deze uitzending nam Marcel verbazingwekkend, de straatvechter Marcel, nam een communicatiebureau in de armen. Up Communicatie. En we hebben wat correspondentie gehad met dat communicatiebureau. En een aantal dingen die zij omschreven waren opvallend. Let op. Het eerste is, ze schrijven dat Marcel echt aan het werk zou willen gaan met de aantijgingen uit vorige uitzending. Het pand in Haarlem, dat zouden ze verbeteren. En we kunnen alvast verklappen, er is weinig tot niks gebeurd. En niemand heeft tot dusver het geld waar ze recht op hebben teruggekregen. Dan punt 2. Vorige uitzending ging natuurlijk ook over hoe Marcel huurders intimideert en bedreigt. En daar wordt eigenlijk vakkundig omheen gewerkt door het communicatiebureau. Daar wordt niks over gezegd. Dat negeren ze helemaal alsof dat niet bestaat. En dat zegt natuurlijk ook wel wat. En punt nummer 3, ze beginnen continu over, gaan wij Marcel nog een keer filmen? Willen jullie alsjeblieft Marcel niet meer filmen? Marcel niet filmen, film Marcel niet. Dat is hun grootste zorg. Marcel wil niet in beeld. Hij lijkt als de dood te zijn voor een gesprek op camera waar hij zijn verantwoording af moet leggen. Nogmaals, Marcel niet in beeld. Was vooral de strekking van de mails. Nou, dat was de communicatie met het communicatiebureau, maar we deden vorige uitzending ook een oproep. Weet jij meer over Marcel? Laat het ons dan weten. En we kregen van jullie zo'n 150 mails met harde tips over de werkwijzes van Marcel, zijn netwerk, wie hij is en wat hij doet. En dus is hier vandaag deel 2 over Marcel van Hooijdonk, waarin we je gaan vertellen wie hij is, hoe hij werkt en we gaan hem proberen voor de camera te trekken, zodat hij zich eindelijk kan verantwoorden. Daar gaan we. Ja. Pandjesbaas Marcel van Hooijdonk dus. In onze eerste uitzending zag je dus al dat het voor Marcel geen enkel probleem is om huurders in mensonterende omstandigheden te laten wonen. En belangrijk ook dat hij in het verleden onder andere al werd veroordeeld voor het bedreigen en intimideren van huurders. Een vrij krankzinnige werkwijze dus. Dat wordt nog eens bevestigd na onze eerste uitzending. Hordes en hordes aan mails met tips van kijkers stromen onze mailbox binnen. Hier een kleine greep. In 2010 ook door een van zijn loopjongens bedreigd. De klusjesman kwam onaangekondigd binnen om ons op een intimiderende manier aan te spreken. Ook bij ons woonden Poolse arbeidsmigranten in huis, soms wel 4 op 1 kamer. Daarnaast hebben wij talloze andere gestoorde verhalen. Maar er nemen ook insiders contact met ons op. Voor hun veiligheid kunnen we niet zeggen wie het zijn, maar wel dat ze in nauw contact hebben gestaan met Marcel. Pas na 2 maanden ging ik daadwerkelijk bij een pand van hem langs. Ik schrok me toen echt helemaal kapot. Ik schaamde me dat ik het visitekaartje van de verhuurder was. Marcel gaf mij de opdracht om huurders geld niet uit te betalen, tenzij ze er echt over begonnen te bellen of stappen wilden ondernemen. Ik moest voor hem naar een pand in Utrecht. Daar liet hij stinkbommen naar binnen gooien en bedreigde en intimideerde hij de huurders.
Verder horen we ook hoe Marcel zijn huurders stelselmatig borg en illegale contractkosten met cash laat betalen. En dat laatste mag dus niet. Hoe hij mensen betaalt om reviews te schrijven. En hoe hij mensen inhuurt om op intimiderende manier verhaal te halen bij lastige huurders. En dat mag, nou, waarschijnlijk ook niet. Kortom, een gevaarlijke pandjesmelker met een stevig cv als het gaat om huurders ronduit slecht behandelen. En dus voor ons de hoogste tijd om nog een poging te doen om Marcel voor de camera te trekken. En daar hebben wij een groot plan voor bedacht. Gaat het? Ja, zo koud. Het is zaterdagochtend, heel vroeg. Het is heel erg koud ook. En dit wordt hopelijk de dag dat we Marcel gaan treffen. Ja, ik hoop het ook. Wat is er? We staan hier in Utrecht. Je hebt hier in Utrecht het Centrum voor Nederlandse Denksport. En daar zijn bridge toernooien. En wij weten inmiddels het bridge schema van Marcel van Hooijdonk. Nogmaals, jullie hebben zoveel tips gegeven dat we nu de hele agenda van Marcel hebben. Wat gaan we doen? We gaan hem daar opwachten. Hij moet tussen 10:30 en 11:00, als het goed is, bridgen. Nou, wij gaan 2 uur van tevoren al met een heel groot team. We hebben al beveiligers mee en een paar auto's en verschillende camera's. Gaan we hem daar opwachten. Het is nog interessant en spannend geworden deze week. Want zoals we eerder vertelden, Marcel heeft een communicatiebureau ingeschakeld. Daar hebben we natuurlijk altijd contact mee gehad. En die belde van de week opeens weer. Als hij naar NAC moet, dan bellen ze van tevoren. Joh, ga je die nog uitzenden? Ga je die nog filmen? Jullie mogen niet meer filmen. Dat slaat natuurlijk allemaal nergens op. En nu deden ze dat weer. Wij denken omdat ze denken dat wij hier vandaag zijn. Ja. En dus hebben we even één belletje met die mensen gepleegd. Ik zit hier met de agenda voor me. Hij is sowieso, even kijken hoor, vrijdag gaat hij een weekend weg naar Berlijn en daar is hij maandag ook nog. Dus de eerstvolgende mogelijkheid zie ik op dinsdagmiddag. Zou dat kunnen voor jullie? Ja, dat kan. Ja, lang verhaal kort. We hebben dus gezegd dat ik in Berlijn zit en dat we volgende week een belafspraak hebben, zodat zij vandaag denken dat ze gevrijwaard zijn van het team van Boos. Ja. maar dat zijn ze dus niet. Verder hebben wij een heel gameplan gemaakt om deze man te pakken te krijgen vandaag. Dat is echt niet normaal. We hebben ook, volgens mij hebben we 6 walkie-talkies mee. We hebben nog nooit zo groot uitgepakt. Stappen wij ondertussen in. Ja. De kou uit, auto in. Gaan we de hele dag posten. Daar gaan we, vrienden. Zet hem op vandaag. Juist. Maar voor we naar Marcel gaan, vertellen we je eerst nog wat nieuwe dingen die we inmiddels te weten gekomen zijn over wie Marcel van Hooijdonk nou eigenlijk is. Ja, voor het antwoord op de vraag wie Marcel nou precies is, dat is natuurlijk zijn grootste geheim, zijn we nogmaals in zijn leven en in het bijzonder zijn werkwijze om zichzelf uit de spotlights te houden gedoken. We ontvingen van jullie dus zo'n 150 mails. Nogmaals dank daarvoor. En we nemen je stap voor stap even mee in wat wij dankzij jullie de afgelopen weken hebben geleerd over Marcel van Hooijdonk. Let op. In onze eerste uitzending over Marcel kon je al zien dat zijn imperium gebouwd is met hulp van een heleboel bedrijven en stichtingen. Nou, met dank aan jullie hebben wij nog meer inzicht kunnen krijgen in zijn web. Want ook deze bedrijven kunnen we inmiddels aan het imperium van Marcel koppelen. Uit ander materiaal blijkt dat zijn vrouw een nog groter onderdeel is van zijn rookgordijn. Zoals we vorige aflevering al zeiden, Marcel maakt vaak gebruik van haar achternaam. Maar bij zeker 7 bedrijven die wij aan Marcel kunnen linken, is zij betrokken als bestuurder of aandeelhouder, zien wij in stukken. Haar achternaam, Nguyen, blijft maar opduiken. Verder horen wij ook dat zij ook voor Marcel nog eens de administratie zou doen. En dan Van der Huizen, de grote beheerorganisatie van Marcel. Goed ingewijde bronnen vertellen ons welke rol Van der Huizen in dit hele imperium heeft. Een van die bronnen vertelt ons. Het was de bedoeling dat Marcel niet met Van der Huizen te linken was. Het was de bedoeling om ervoor te zorgen dat je niet wist met wie je zaken deed. Alles moest zo anoniem mogelijk. Juist. En dit wordt bevestigd door meerdere goed ingevoerde bronnen. En even voor de helderheid, huur je van Marcel van Hooijdonk, dan huur je dus vaak via Van der Huizen. Een bedrijf zonder KVK-inschrijving dat is opgezet om hem dus anoniem te houden. Maar fungeert als de etalage van zijn imperium. Ook goed om te weten, Marcel knapt zijn eigen klusjes vaak niet zelf op, zo horen wij. Nee, dat laat hij doen. Zo blijft hij zelf namelijk buiten beeld. Hier een klein overzicht van de mensen die in zijn naam handelen. En we beginnen bij deze man. En ik ben blij als jij blij te bent, dat zeg ik wel vertellen. Je bent echt een doodzijnse gast. Dit is de laatste keer. Dit is de laatste keer. Dit is de laatste keer dat jij de huismeester hebt weggestuurd. Die jongen moet zijn werk kunnen doen.
En ik laat me niet intimideren door een stelletje snapneuzen. Want dat zijn jullie. U intimideert mij nu. Helemaal niet. Je bent gewoon echt het laagste van het laagste. En mijn huismeester gewoon iedere keer weg te sturen. Die man doet zijn werk, meer niet. Ja, je zag hier Ronald Winkel, een van de handlangers van Marcel, in gesprek met een lastige huurder. In een andere opname die wij toegestuurd krijgen, horen wij diezelfde Ronald tegen een huurder het volgende zeggen. Het is niet verboden om naar de huurcommissie te gaan, maar dat stoort de eigenaar enorm. Hij kan zich daar enorm kwaad over maken. Wat als het hele pand dit zou doen? 80 euro per kamer. Reken dat maar eens uit. Juist, dus je mag opkomen voor je rechten, maar dan maak je wel de huurbaas, in deze Marcel, hartstikke boos. Nou, jullie hebben ons meer gestuurd. Kijk, dat dit voor Marcel en zijn kompanen een doodnormale manier van communiceren is, blijkt ook uit mails die vanuit Van der Huizen aan huurders worden verstuurd. Let op. Je ziet hier hoe Jos Zijlmans, een andere handlanger van Marcel, vertelde in de vorige uitzending al, weigert huurders te helpen omdat iemand in het pand een procedure tegen Van der Huizen heeft lopen bij de huurcommissie. Jos mailt aan alle huurders het volgende. De kern van het geschil ziet op een procedure die huurder aanhangig gemaakt heeft bij de huurcommissie. Zodra de strijdigheid is opgeheven, zal ik mijn uiterste best doen de huidige huurders te herhuisvesten en zie ik geen verdere bezwaren om, als deze aan de reguliere voorwaarden voldoet, een voordracht in behandeling te nemen. Juist, met andere woorden, huurders met klachten worden pas geholpen als ze niet naar de huurcommissie stappen. En uiteraard blijft Marcel dus voor de huurders uit het zicht bij deze conflicten. Naast Jos Zijlmans zijn er meer namen die we horen als het gaat over het netwerk en de zakenrelaties van Marcel. Bijvoorbeeld voetbalclub NAC Breda, waar Marcel al jaren trouwe sponsor is. Zijn naam hangt daar in het stadion en hij heeft er een skybox, naar verluidt een van de allerduurste. Wij zijn ook benieuwd wat commercieel manager Erik Matthijssen van NAC daarvan vindt, gezien Marcel toch echt een intimidator en bedreiger is. Dan is er ook nog Quote 500 lid Peter Visser, de eigenaar van investeringsmaatschappij Egeria. Hij is de eigenaar van het pand aan de Zijlweg in Haarlem, de crackflat uit onze eerste aflevering, waar Marcel het beheer zou moeten doen. En dan zijn er nog veel meer andere namen van mensen die bijvoorbeeld zakenpartner van Marcel zijn. En hier even een lijstje om te screenshotten. Ja, als we alle informatie uit deze en vorige aflevering bij elkaar optellen, wat zien we dan eigenlijk? Nou, dat hier heel veel geld wordt verdiend met bedreigingen, chantage en intimidatie. En logisch dus dat Marcel verborgen wil blijven als hij op deze manier zijn geld verdient. Nou, Marcel wil ook een heel groot rookgordijn opgooien, zodat niemand ziet wat hij eigenlijk doet. En wij proberen met deze uitzendingen dat rookgordijn weg te nemen. En hier zijn nog wat bouwblokken van dat rookgordijntje. Let op. Marcel laat reviews schrijven door een werknemer die niet bestaat. Ook vraagt hij een bedrijf om positieve zoekresultaten hoog in Google te krijgen. Krijgen we ook bevestigd van dat bedrijf. En verder laat hij websites bouwen om zijn naam te koppelen aan liefdadigheidswerk. Werk waar wij tot nu toe nog geen enkel bewijs voor hebben gevonden. Dan deze studie op LinkedIn. Ja, hebben we gecheckt bij de hogeschool, maar die heeft hij niet gedaan. Kortom, hij doet heel erg zijn best om de wereld te laten geloven dat hij een goede naam heeft, maar het klopt van geen kant. En we zeiden het vorige keer al, Marcel gebruikt nepfoto's op internet. Zijn eigen portret is onvindbaar. Marcel wil buiten beeld blijven. Ja, dat kan die allemaal wel willen, maar toch nog één ding. Kijk, die panische missie van Marcel om zijn portret van het internet weg te houden lijkt toch niet helemaal geslaagd. Want wij kregen van jullie de cover van dit boek. En dat is het hoofd van Marcel. Dus, goed dat mensen die een woning zoeken of al van je huren, Marcel, eindelijk weten hoe je eruit ziet. Zodat ze zichzelf makkelijker tegen jou kunnen beschermen. Ja, omdat Marcel zo lastig te vinden en moeilijk te herkennen is, verdelen we onze groep vandaag in 3 teams in 3 auto's voor extra goed zicht. 2 geblindeerde auto's vol met camera's en 1 met 2 extra beveiligers, wat toch nodig lijkt te zijn gezien Marcel's track record. En door de vele tips hebben we ook nog een sterk vermoeden waar Marcel vandaag kan zijn. Hij doet namelijk mee aan een bridge toernooi in een denksportcentrum.
We staan dus nu met 3 auto's verspreid over het parkeerterrein bij het Denksportcentrum. We weten natuurlijk ook niet precies in welke auto Marcel komt. We denken een grote Maybach of een grote Mercedes. Daar rijdt hij meestal in, maar we weten ook niet zeker. We hebben in ieder geval 1,50 meter, denk ik, van zijn auto naar de voordeur. Maar daar moeten we het net in doen. Daar zijn we op getraind inmiddels. Nog even voor de double check. Wat is het gameplan? Walkie-talkies. Waarom de fuck gebruiken we deze keer walkie-talkies? Waar slaat dit op? Ik ga gewoon beginnen met rennen. Dat is het gameplan. Volgende keer gaan we het met telefoons doen. Gewoon zoals normale mensen dat doen. En we het zelf altijd doen. Over. Kunnen jullie die man zien? In die Tesla achter jullie? Tesla toch? Ja, je weet niet welke auto. Nee. Ga maar stand-by staan, weet nooit. Nee, dat is hem niet. Vals alarm. Er komt een auto aan, komt nog een auto aan. Nee, dat is hem niet. En dan komt daar opeens een opmerkelijke bus met een wit Russisch kenteken, gordijnen en een grote zendantenne op het dak. Ze gaan ook naast jou staan. Wat super relaxed. Deze man met gordijnenbus. Maar wij liggen echt helemaal plat. Ik zit gewoon tussen de stoel en de achterbank in. Dit is toch fucking raar, of niet? Hij zit op zijn telefoon niet, man. Dit is fucking raar. Het zou ook vreemd zijn als er op een gegeven moment niemand uitstapt. Ja, er stapt zo far ook niemand uit, ja. Misschien dat hij, hij eenzelfde soort team heeft als dat wij hebben. Is er maar 1 persoon in die bus? Voor zover ik kan zien wel, ja. Hij heeft gordijntje aan de achterkant, dus ik kan de achterkant, niet in de achterkant kijken. Nou, dit is een fucking rare plek om te gaan staan zomaar. Waarvan akte? Jens, ligt het nou aan mij of zit hij heel erg jullie uit te checken? Ja, hij kijkt heel erg om zich heen. Maar hij ziet ons niet. Ja, hij zit hier. Ja, dit is sowieso iemand van Marcel. Ik zeg je eerlijk, ik vind het fucking glimmig. Ik dat op zijn weer in is. Ik zeg toch dat hij de slechtste spotter ooit is als hij dat is. Want... hij heeft ons niet gezien. Maar die Peugeot, wat gebeurt daar? Die auto die 8 uur voor de deur parkeerde. Nee, daar zit hij niet in. De raam van de bus gaat niet in de rust uit, de rust uit. Maar misschien komt hij eraan dan. Hij staat nu achter die Audi. Iemand heeft echt wel eens hier zijn uitzicht. Dus die man die in die bus stapt nu uit en die is hier een soort boel aan het scouten en verkennen. Het gaat nu vol lopen, dus we moeten nu scherp zijn met z'n allen. Ja, sowieso is die hier aan het scouten. Oh shit. Dan zal hij zo wel komen, ja. Is dat hem? Is dat hem? Nee. Wat gebeurt hier achter ons? Achter ons? Achter ons? Dat is fucking raar. Goed, let op. Omdat het zo snel en precies in een dode hoek achter onze bus gebeurt, hebben we het niet op tape. Maar er gebeurt hier iets heel vreemds. De man uit de blauwe bus wordt na wat rondkijken en belletjes plegen door een andere man met een hoge kraag en een muts op heel snel aangeschoten. Deze man duwt hem iets in zijn handen, waarna de man van de blauwe bus opeens vertrekt. Ik begin inmiddels te twijfelen of die wel gaat komen vandaag, joh. 10:30 begint het toernooi. Het is 10:40. De parkeerplaats is vol. Iedereen en zijn moeder is naar binnen gelopen. Er is geen hond meer die aankomt. En onze Marcel is de enige volgens mij die er nog niet is. Nou, ik kan die achteringang niet genomen hebben. Dat kan niet. Nou, 10:30. Geen Marcel. Geen Marcel, Jens. Ja, of, maar wij zaten hier zo vroeg, 1,5 uur van tevoren. Hij kan er niet eerder zijn, nee. Komt daar? Wacht, komt een hele grote auto? Dat is een Maybach, dat is toch een Maybach? Dat is een Bentley. Zo, kunnen rijden, goed checken. Heb je zicht? Ja. Zullen we de poging wagen? Kom maar.
Ik wil even kijken, hij moet even uitstappen dat hij niet wegrijdt. Deze vrouw, godverdomme. Het toernooi is wel begonnen, maar we hebben Marcel dus nog niet naar binnen zien gaan. En daarom beginnen we te twijfelen. Komt hij vandaag nog wel? We besluiten wat belletjes te plegen met bronnen uit het netwerk van Marcel. En dan stuiten we op een verrassing. Oké, we weten niet hoe de fuck dit is gebeurd, maar hij is dus binnen. Hij is binnen, ja. Hij is er. Weten we van onze... Maar hoe? Ja, de moeilijkheid is dus, we hebben foto's, maar die zijn van een paar jaar geleden. Verder is er geen beeld natuurlijk. Daar gaat deze hele streak aan uitzendingen over. Geen beeld van iemand te krijgen, nergens. Dus als hij een baardje en een bril doet en wat met zijn haar doet, dan zien wij dat niet. Fucking hell. Fuck, hij is binnen. Hij zit binnen. Oh, dan heeft hij ons met een vermomming gewoon om de tuin geleid. Ja, nou kan hij het krijgen ook. Maar misschien is het dan toch die vent, inderdaad, die gekke guy betaalde, die hier stond te posten. Fuck. Fuck. Het is inmiddels 3:15, 's middags. We zijn heel veel weg geweest, het toernooi is gewoon doorgegaan, Marcel is nog binnen hier. Je denkt, waarom zit je op een andere plek? We hebben de auto even ergens anders gezet. Binnen nu en 4 uur moet hij naar buiten komen. De eerste 6 uur zitten erop. Bijna 7 zou ik zeggen. Dus nog even Jens. Duurt lang, hè? Ik was om 7 uur wakker vanochtend. We weten dus inmiddels dat hij eventueel een bril op heeft. Een licht baardje heeft. Hij heeft een grijs vest aan vandaag, een blauwe spijkerbroek en bruine schoenen. Doodeng dat we het allemaal weten. Ja, dat is... Oh. Ja. Maar het is goed, dat is een goede omschrijving. Ja. Oké, er komen best wel wat mensen naar buiten de hele tijd. Ik voel langzaam inderdaad mensen naar buiten. Inmiddels is de zon ondergegaan en staan we nog steeds te wachten. En omdat ons zicht op de uitgang hierdoor slecht wordt... gaat iemand uit ons team vlak bij de voordeur staan om ons een seintje te geven als hij Marcel naar buiten ziet komen. Kom op, Marcel. Oké, komt u weer naar buiten nu? Als we twijfelen gaan. Ja. Geest in de lijn. Wordt er gefloten? Ja. En dan krijgen we dus dat seintje van onze teamgenoot. En dat betekent, na dozijnen aan tips, maanden zoeken en 9 uur voor de deur wachten, is daar dan eindelijk bedreiger, intimidator en huismisbruiker Marcel van Hooijdonk. Welke? Yes? Marcel. Marcel? Marcel. Wij zijn van het programma Boos. Volgens mij heb je onze vragen gehad, Marcel. Wij vroegen ons af waarom je huurders bedreigt. Waarom doe je dat? Marcel? Ja, de auto. Waar is de auto? Marcel, waarom bedreig je huurders? We hebben mensen gesproken die ons toegeven dat je daar ook mensen voor betaalt af en toe. Of in ieder geval vraagt of ze dat doen. Waarom doe je dat? En waarom hou je jezelf zo verscholen, Marcel? Marcel, waarom doe je dat? Je durft wel huurders te bedreigen, maar niet met mij te praten. En alleen verscholen naar dit toe. Misschien een goed idee om als je even met ons komt praten, Marcel. Wat denk je dat ze bij NAC ervan vinden dat je dit doet, Marcel? Nee, dat wil ik niet. Nee, er zit een man in uw auto. Dat is namelijk de pandjeslul van het jaar. Die is voor jou, Marcel. Dat kun je thuis ophangen. Marcel. Waarom durf je niet met ons te praten? Waarom zet je daar een communicatiebureau op? Hé? Nee? Want bij je huurders ben je een hele stoere man. En dat zou je ongetwijfeld nu zou je naar de rechtbank gaan en zou je het persoonlijk bij mij gaan maken. Maar als wij gewoon een vraag hebben waarom je slecht met je huurders omgaat of het moreel is wat je doet. Ja, ik snap dat het u ook voor u vervelend is. Ja, nou, maar misschien... Er is nog iemand die... Misschien moet u dan uw vriend even vragen. Nee, misschien moet u uw vriend even vragen of hij dan uitstapt en met ons komt praten. Waarom doet hij dat niet? Het is zijn eigen keuze. Oké. Maar het is ook de keuze om huurders lastig te vallen. En ik vind dat een interessante keuze. Wil je de deur dichten?
Ik zit nergens aan hoor. Marcel. Ja. Kleine speler, hè? Hé. Hey. Marcel. Onze boosuitzending komt online en dan weet heel Nederland wie je bent. En gedraag je. Wat doe je nou? Ik ga vertik op de ruiten. Dat is het laatste wat ik wil, hè? Oké. Okay. Nou, dan zou ik daar mijn excuus voor aanbieden. En dat wil ik dan ook in de uitzending zien. Ja, dat is goed. Marcel, misschien is het wel goed als jij dan even komt praten. Prettige wedstrijd, Marcel. En tot snel! Dat was hem. Voor het eerst herkenbaar in een uitzending in Nederland. Marcel, de ergste huisjesmelker van Nederland misschien wel. Dat jij zag wie het was, jongen. Wat ziek. Ja. Wat ziek dat jij dit zag. Zag maar je... Ik herkende hem voor de eerste keer van toen we die Russische gast zag staan. Dat was, hij schoof iets in de hand. Hij schoof het wel, hè. Dus ja, moeten we even... Die man die helemaal aan het begin stond met dat busje te wachten, die iets in de hand geschoven werd, dat was deze man. Het is niet gek dat we hem niet herkenden, want hij had nu namelijk een baard, een sjaal voor zijn gezicht, een bril en een muts op. Dus hij heeft er echt werk van gemaakt om onherkenbaar te zijn vandaag. Godsamme, we hebben hier 9,5 uur op zitten wachten. 9,5 uur. Er zit maanden werk in. Nou, je weet nu dus, aan het eind van deze uitzending, het is een tweeluik. De vorige zou je nog terug kunnen kijken natuurlijk. Weet je wie Marcel van Hooijdonk is? Wat hij doet? Hoe hij omgaat met zijn huurders, met arbeidsmigranten? Hoe hij misschien wel de boel flest, omdat hij cash aanneemt? Hoe zijn bedrijfsstructuur in elkaar zit? Hoe hij geld verdient? Onder welke namen? En dat hij van bridge houdt. Minister van Wonen, als u kijkt, misschien is het een goed idee om ervoor te zorgen dat dit niet meer kan in Nederland. Als je jong bent en denkt, ik wil een huis huren, weet dan, als je deze uitzending hebt gezien, bij wie je huurt, wat de spelregels zijn voor deze man en waar je misschien tegen moet beschermen. En Marcel, als je kijkt, je bent altijd welkom om nog eens goed uit te kunnen komen leggen wat je nou waarom eigenlijk doet. Ik zie deze nog even hier. Je hebt hem uit de auto gegooid, maar we sturen hem naar je op. De pandjeslul van het jaar oorkonde. Hij is voor jou. Tot volgende week. 3 dagen na de confrontatie met Marcel spraken we met zijn communicatiebureau. Let op. Goedemiddag, met Marijn Geurman. Dag Marijn, je spreekt met Tim Hofman. Ik begreep dat wij een belafspraak hadden. Ja, dat klopt. Kijk, ik weet niet of je weet voor wie je werkt, maar wat deze man doet is allemaal vrij heftig, extreem en gevaarlijk. En dat willen we graag met hem bespreken. Wat ik vooral doe, is voor klanten, en dat doe ik voor veel klanten, ja, is in gesprek gaan en zoeken naar een oplossing. Nee, maar je werkt nu dus voor iemand die mensen intimideert en bedreigt? Ja, nee, die deed ik heel goed. Oké. Okay. En ik probeer heel erg coöperatie op te doen. Nee, helemaal niet. Nee. Jij wordt betaald door iemand voor wie je werkt. Weet jij, over verbetering gesproken, gaat hij het geld van de gedupeerden uit vorige uitzendingen terugbetalen? Dat weet ik nog niet. Nee, dat weet je dan niet. Nee. Maar in plaats van terugbetalen geeft Marcel zijn geld liever uit aan een kort geding voor de rechter. Hij wil niet herkenbaar uitgezonden worden vanwege eventuele bedreigingen. Iets wat hij zelf voornamelijk doet bij huurders. Een paar dagen voor de zitting komt Marcel via het eerder genoemde communicatiebureau wel met een schriftelijke reactie op een set vragen die we hem hebben gestuurd. Daarin lezen wij onder andere: ik ben erg gesteld op mijn privacy en dat van mijn gezin. Daarom kies ik ervoor zowel in het echte als in het digitale leven zo rustig en anoniem mogelijk te werken en te leven. Maar wederom geen gedetailleerde antwoorden op onze vragen. Gelukkig heeft de rechter besloten, omdat de situatie met Marcel zo ernstig is, dat we hem herkenbaar uit mogen zenden. Dus, je weet nu wie Marcel van Hooijdonk is, hoe hij werkt, welke namen hij gebruikt en wat je kan verwachten als je van hem huurt. Benieuwd wat NAC inmiddels van zijn sponsorgeld vindt en of zijn andere zakenpartners nog met hem willen samenwerken. Weet in ieder geval waar je huurt. Voor nu, abonneer op ons kanaal en tot volgende week. Ja, we gaan heel steady naar de 1 miljoen abonnees. Vond je dit een goede video? En hopelijk vond je dat echt. Vergeet het niet te abonneren op ons kanaal. Dat waarderen wij zeer. Als je meer wil weten over zaken en hoe dingen aflopen, kijk even op onze Instagram, BoosBNNVARA. Volg ons gelijk daar. Duimpjes omhoog. Doet ons altijd heel goed. En laat in de comments weten wat je gedachten zijn. We horen het graag. Tot volgende week.